Max Huibets, een versterking voor de selectie van AZ. Stijn Wuiten is overgekomen van Willem II. Wat heeft jullie doen besluiten om hem toe te voegen aan de selectie? Nou ja, vanuit scouting is Stijn staat al een tijdje bij ons hoog op de lijst. Op het moment dat het interessant is om hem te contracteren, en dat was nu op dit moment, dan moet je toeslaan als club. En we zijn heel erg blij met het aantrekken van Stijn. Is een middenvelder. Je zou denken, misschien op de eerste ogen van, er zijn toch heel veel middenvelders bij AZ. Wat is de gedachte dat jullie hem hebben aangetrokken gezien zijn positie? Nou ja, kijk, je moet kijken naar de bezetting, inderdaad. Je kijkt ook naar de toekomst, hoe de toekomst eruit gaat zien van het elftal. En Stijn is een directe versterking, is iemand die heeft laten zien bij Willem II dat hij er direct staat. Dat hij het niveau heel goed aan kan, dat hij een van de dragende spelers is geweest bij Willem II. Ja, en wij denken dat wij zo'n middenvelder nodig hebben. Hij is misschien een iets ander type dan hetgeen wat wij al in de selectie hebben rondlopen. Dus ja, je kijkt altijd naar balans in het elftal en daar kan hij voor zorgen. Je zegt een iets ander type. Wat voor type is hij? Ja, Stijn is een wat meer controlerend type. Is iemand die het spel heel goed leest, maar die ook verdedigend zijn kwaliteit heeft. Is een jongen die heel vaak op de goede plekken staat. En uiteindelijk het voetballende deel is gewoon erg goed verzorgd. Technisch vaardige speler. Maar met name ook zijn inzicht, zijn ervaring, zijn spelintelligentie, dat voegt hij wel toe. Ja, 26 jaar en je zegt al een directe versterking. Betekent dus dat hij is echt gehaald voor de basis? Nou ja, dit is een speler die basisspeler is geweest bij Willem II. Vaak ook aanvoerder is geweest zelfs. Dus dat wil zeggen dat hij de kwaliteiten heeft om in de basis te spelen bij AZ. Maar uiteraard, en dat geldt voor iedereen, dat ook Stijn Wuiters moet laten zien dat hij goed genoeg is om bij de eerste elf te horen. De transfermarkt is nog open. Gaat er nog meer gebeuren? Volgens nog niet. Nee, ik denk dat wij op dit moment klaar zijn. Maar ja, je weet het nooit. Het is nog 10 dagen. Ik verwacht niet meer dat er nog wat gaat vertrekken. Dat zeker niet. Maar inkomend verwacht ik ook niet veel meer.